Het is maandag 1 april. Dit is Flevoland. Spaceboxen ontruimd na brand. Verontwaardiging over bereik NL Alert. En we zijn jarig. Omroep Flevoland bestaat 30 jaar. Goedenavond. De brandweer heeft vannacht 36 containerwoningen aan de Odeonstraat in Almere moeten ontruimen vanwege brand. De melding kwam rond 2 uur vannacht binnen. 1 persoon is licht gewond geraakt bij de brand. Een van de geëvacueerde studenten is de 22-jarige Joppe Veerman. Toen de brand uitbrak, lag hij te slapen. Ik ben natuurlijk eerst even opgestaan en bekijken wat de situatie is. Ik zag opeens vlammen uitstaan bij een overbuurman van mij. Dus ik heb zo snel mogelijk mijn spullen gepakt en ben naar buiten gegaan. Het vuur kwam heel snel naar boven en we hebben met iedereen in het complex geprobeerd mensen te waarschuwen van doe de deur open en kom eruit, want er is vuur. En we willen natuurlijk iedereen veilig naar buiten brengen. De geëvacueerde bewoners, zo'n 30 studenten, zijn opgevangen in het politiebureau. De meeste bewoners konden bij vrienden of familie terecht. 4 studenten, onder wie Joppe, zijn in een hotel ondergebracht. In eerste instantie grote paniek, ja. Ook van we hopen dat geen mensen vastzitten door het vuur of zo. Dat was grote paniek natuurlijk. Maar we zijn er erg volwassen mee omgegaan en zijn zoveel mogelijk rustig gebleven als het kan. En hebben geprobeerd iedereen te helpen. De brandweer had rond 4 uur het vuur onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ja, dat was dus aan de Odeonstraat in Almere. Zondagochtend was er nog een brand in Almere. Dat was bij recyclingbedrijf Vijfhoek. Daarover gingen meerdere NL-alerts, de waarschuwingen op je telefoon, uit. Maar de ontvangst daarvan, want het was gericht op 3 wijken... de ontvangst daarvan die was letterlijk wisselend. Sommige mensen kregen de eerste NL-alert, maar de daaropvolgende alerts niet. Anderen ontvingen helemaal niets. En weer anderen die hadden iemand in hun nabijheid die de NL-alerts wel kreeg. Nou ja, hoe dat dan allemaal kan, vraag ik aan Geert-Jan Veenstra van de brandweer Flevoland. Meneer Veenstra, het principe van de NL-alert is dat hij door alle telefoons ontvangen kan worden die binnen het bereik van 1 specifieke zendmast liggen. Maar nu moet je achteraf toch constateren dat, ook al zijn bepaalde telefoons binnen het bereik van een zendmast, toch niet alle telefoons de NL-alerts ontvangen hebben. Hoe kan dat nou? Ja, dat is een probleem wat niet alleen in Flevoland voorkomt, maar dat we ook in heel Nederland terugzien. Hoe dat kan, ja, daar zijn we natuurlijk al tijd mee bezig om dat uit te zoeken. Want het is gewoon een gegeven dat de ene provider de telefoonsignalen eerder doorzendt of beter doorzendt dan de ander. En zo kan het zo dat 2 identieke telefoons de een de melding wel ontvangt en de andere niet. Mm-hmm. En dat wordt niet alleen bij ons onderzocht, maar ook op landelijk niveau wordt daar kritisch naar gekeken. Dus het kan aan je provider liggen. Heeft dat ook nog te maken met bijvoorbeeld wat voor soort telefoon je hebt? Dat kan er ook mee te maken hebben, maar het heeft ook met het netwerk te maken. Zit je op 2G, heeft bijna niemand meer, maar het bestaat nog wel. 3G en 4G, ja. Er zit al een enorm verschil tussen. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal invloeden die zorgen dat je een signaal wel of niet goed ontvangt. Ja, en dan kan je niet automatisch zeggen een telefoon met een oude telecommunicatiestandaard als GSM of 2G ontvangt ze wel en 4G plus wordt een moeilijker verhaal. Zo zit het dan niet? Nee, het is eigenlijk, ja, het zit wat ingewikkelder in elkaar. Een signaal wordt verstuurd naar alle providers. Die zenden het op hun beurt weer uit. Ja. Ja, in dat stukje techniek kan altijd wel iets misgaan. Ja. En ja, daar doen we elke keer weer onderzoek naar hoe dat kan. Ja. Maar we hebben ook meldingen gehad hier bij Omroep Flevoland van mensen ver buiten de regio, tot Haarlem aan toe, die dan aangeven van ja, wij hebben wel een bericht gekregen over een brand in Almere. Ja. Terwijl dat dus duidelijk niet voor hen bedoeld is. Ja. Hoe kan dat? Ja. Is voor ons ook de grote vraag. We hebben vanmorgen nog contact gehad met de meldkamer van hoe kan dat. En die pakken dat ook op en gaan dat ook verder onderzoeken. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je mensen buiten het gebied daarmee gaat belasten. Maar als het succes van die NL-alert zo wisselend is, moet je dan niet op zoek naar een alternatieve communicatievorm voor waarschuwingen? Nou, het is natuurlijk een middel waar je heel snel een groot aantal mensen precies kan bereiken waar je het hebben wil. Gelijk handelingsperspectief kan bieden. Dat is hartstikke mooi. Het bereik landelijk gezien is 75%. Dus
Het is heel groot, maar het gaat juist om die 25% die we niet kunnen bereiken. Nee. Ja, en daar zijn we nog steeds druk mee bezig om ook die laatste 25% van de juiste informatie te kunnen voorzien. Ja. Maar in het geval van Almere gisteren, je weet dan dat het systeem soms niet optimaal werkt. Dit was een brand waar geen giftige stoffen bij vrijgekomen zijn. Had de afweging dan niet moeten zijn, we doen geen NL Alert? Ja, dat is altijd heel lastig. Op het moment dat er een stof vrijkomt, zeker bij zo'n groot complex, dan ga je meetplanploegen op pad sturen. Die gaan meten. Ja. Die stof moet geanalyseerd worden. En als dat blijkt dat het geen gevaarlijke stof is, ja, dan kun je achteraf concluderen dat het NL-alert onnodig was geweest. Maar ja, je beter vooraf de mensen wel geïnformeerd dan naderhand zeggen, jongens, we hebben een foutje gemaakt. Want dan was je sowieso, als je de meetresultaten had afgewacht, was je sowieso te laat geweest. Dan was je zeker te laat geweest, absoluut. Ja. Het risico ligt natuurlijk een beetje op de loer als een NL-alert veel frustratie en ergernis of verontwaardiging oplevert, dat het ook aan kracht en impact verliest. Is dat niet iets waar je, waardoor je er heel voorzichtig mee om moet gaan? Nou, we zijn er ook heel voorzichtig mee. Er zijn maar een aantal mensen die vanuit de brandweer NL-alert kunnen inzetten. Dat zijn over het algemeen de hogere officieren. En die maken een duidelijke overweging van wat is het resultaat, wat is de impact als we dat inzetten. Dus die overweging wordt vroegtijdig gemaakt. Ja, en als je dan toch tot de conclusie komt van jongens, het is veiliger voor de omgeving om ze nu al te informeren. Ja, dat is dan een keuze. En ja, als achteraf blijkt dat de keuze niet goed is uitgevallen, ja, dat is dan jammer. Maar beter vooraf iets gedaan dan achteraf proberen de boel te lijmen. En een systeem, wat een communicatiesysteem met het publiek wat 100% dekkend en waterdicht is, dat is er op dit moment gewoon niet. Op dit moment is dat er helaas nog niet, nee. Nee, maar daar wordt achter de schermen wel aan gewerkt, heb ik begrepen. Ja, op hoog niveau wordt er hard aan gewerkt, kijken wat er technisch mogelijk is. En er zijn steeds meer dingen technisch mogelijk. Alleen ja, voordat geïmplementeerd is en uitgefaseerd, ja, dan zijn we nog wel een tijdje verder. Ja, ja, dus tot die tijd is de boodschap vooral mensen die zich ergeren omdat ze een bericht hebben gekregen wat niet voor hen bedoeld is. Ofwel juist een bericht verwacht hadden, maar niet gekregen, ja, hebben, heb geduld. Alle berichten nemen serieus en waar mogelijk proberen ze ook persoonlijk te benaderen. Goed. Geert-Jan Veenstra van de brandweer, hartelijk dank. Wie vragen heeft over een scheiding of daar advies over wil inwinnen, kan daarvoor gratis terecht bij het scheidingsloket Lelystad. Het spreekuur is opgezet om mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over wat er bij een scheiding komt kijken. Het voordeel is dat je met één gesprek hopelijk alle vragen in één keer beantwoord hebt. En daarvoor ging je eigenlijk niet zozeer apart. Je ging meestal naar een advocaat of het juridisch loket voor een doorverwijzing of adviezen. En dan heb je maar één partij en die kan dan zeggen van goh, ik zou als ik jou was dit of dat doen. En nu heb je alles in één. Er zit een mediator bij, er zit iemand van maatschappelijk dienstverlening bij. En daar waar nodig kan er ook iemand aanschuiven van het jeugd- en gezinsteam. En ja, die zijn er dan allemaal om je vraag te beantwoorden en je op weg te helpen. Ja, en dat al die partijen daar zijn, bij elkaar, dat is eigenlijk het nieuwe eraan. Hè? Dat is het hele nieuwe, dat is uniek en dat is ook heel erg fijn, want een scheiding, ja, dat is iets juridisch, maar uiteindelijk komt er veel meer bij kijken. Dus het is juist heel fijn dat er gelijk allerlei partijen met je mee kunnen kijken en daar waar ook nodig je kunnen helpen. Als een van de partners echt niet mee wil werken, blijft het een lastig verhaal. Maar de hoop is dat je met de adviezen van het loket ook erger kan voorkomen. Het doel is om wel uiteindelijk vechtscheidingen hopelijk te voorkomen. Omdat er eerder alle hulpverlening ingeschakeld kan worden. Dat is wel het doel. Maar ja, nogmaals, daar heb je wel natuurlijk beide partijen voor nodig. Twee keer in de maand kun je bij het loket terecht voor een afspraak. De campagne van zorggroep Almere om oude medicijnen in te zamelen is een succes. Door vergrijzing en een toename van medicijngebruik komen er steeds meer medicijnresten via de riolering in het oppervlaktewater. En dat is weer schadelijk voor planten en dieren. Mensen gooien nog te vaak medicijnresten in het toilet of door de gootsteen. Die medicijnen komen in het oppervlaktewater terecht en kunnen schadelijk zijn voor plant en dier. Deel van de oplossing is om de medicijnresten terug te brengen naar de apotheek. Om dat te stimuleren startte het waterschap samen met Zorggroep Almere en de gemeente 2 jaar geleden een campagne. De resultaten zijn goed. In 2017 was het eerste jaar dus waarin we dit deden. Is er meteen 5 keer zoveel opgehaald in Almere dan in het jaar daarvoor. In totaal 6600 kilo. En in 2018 is dat nog eens een keer omhoog gegaan verder naar 8500 kilo medicijnafval. Dus dat zijn heel mooie resultaten. Bewustwording is het toverwoord. Gebruikers van medicijnen moeten weten hoe ze er verantwoordelijk mee om moeten gaan. De meeste mensen denken dat de zuiveringen het water volledig schoonmaken.
En die denken ook dat alle medicijnresten verwijderd kunnen worden en alle andere chemische stoffen. Maar zover zijn we nog lang niet. En die technieken die zijn er misschien wel. Drinkwaterbedrijven die maken ook heel schoon water. Maar dat is vreselijk duur. Daarom is er alles aan gelegen te voorkomen dat medicijnen door de wc gaan. Medewerkers van de apotheek wijzen daar nu actief op. Voor de start van de campagne gebeurde dat niet. Het was niet duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid lag voor de verwerking en wie dat zou betalen. Nu is in Almere geregeld dat de gemeente zorgt voor de verwerking en de betaling ervan. En dat de apotheken daarin een ondersteunende rol hebben in de inzameling. De campagne is inmiddels uitgerold over heel Flevoland. In alle apotheken kunnen medicijnen worden ingeleverd. Of dat al effect heeft op de hoeveelheid medicijnen in het water, is nog niet duidelijk. Vorig jaar hebben we voor het eerst echt metingen gedaan in het oppervlaktewater. Dat zijn we nog aan het uitwerken. Of het veel of weinig is. Of hoe erg het is, hè, qua risico's voor het ecosysteem. Daar hebben we nog niet een compleet beeld van. Daar zijn we nog aan het onderzoeken. Het is feest, want Omroep Flevoland bestaat vandaag precies 30 jaar. En daarom halen we deze hele week enkele spraakmakende programma's voor het voetlicht. We beginnen met Beneden Peil, een programma voor en door jongeren. Dames en heren, welkom bij dit historische moment. Welkom bij een nieuwe aflevering van Beneden Peil. Beneden Peil. Oh, grappig. Oh, je ging me professionaliseren, hoor ik dat ding. Oh ja. Ja, daar hebben we gemaakt. Een groep jonge honden op ontdekkingsreis door Flevoland. Let's go! Dit is wel echt oldschool. Nee, dit is echt heel erg oldschool. Ja. Ze mochten helemaal zelf weten wat ze wilden ontdekken, wat ze wilden filmen. Als het maar op tijd inleverde en als het maar ergens op sloeg. Ik wilde niet alleen maar onzinverhalen erin, want het is niet zo dat je als jeugd alleen maar party en dat was het dan. We hebben ook belangrijke thema's aangepakt naar mijn idee. Goeiedag Beneden Peilers, welkom bij alweer een nieuwe aflevering. En wij hebben vandaag heel wat in petto. Ik was verslaggever voor het nieuws. En we misten eigenlijk een stuk voor jongeren. Dat ze iets van zichzelf hadden bij Omroep Flevoland. Nou, en eigenlijk kreeg ik toen het soort van ingeven van waarom laten ze niet zelf een tv-programma maken. Ik heb me toen aangemeld. Ja, toen was het eigenlijk... Nou, is goed, hier neem maar een camera mee. En voor we het wisten hadden we echt een heel team om ons heen verzameld. Van jongeren die dan zich aanmelden om mee te doen. Nou, dat was echt gelijk een dikke hit. Iedereen wilde dat wel. TV maken, hè? Wow, je eigen programma. Hey, Beneden Peilers, welkom bij weer een nieuw extreme aflevering. Met in de hoofdrol Michael en Bram. Want wij gaan vandaag even iets heel vets gaan doen. We gaan namelijk het water op. Ik weet nog wel dat ik dat eerste keer beelden van mezelf op Omroep Flevoland zag. Dat ik dacht, wauw, wat vet, weet je wel. Dat ik echt elk uur... Om kwart voor de buis. Ja, ja. Oh, daar is hij weer. Ja man, ik ben er nu. Ja, maar dat kan niet. Ja, maar om volgende uur is het ook weer. Hoor, dan kun je weer kijken. Ja. En zo ging dat inderdaad, ja. Showtime. Yo. Maar het gaf een soort heel vrij gevoel dat je gewoon je eigen tijd, je eigen spullen en je eigen team. En we kregen eigenlijk nooit te horen, dit mag niet. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Als je toch onder de vlag van een omroep werkt. Dat je helemaal je eigen gang kon gaan, want dat mochten we echt. Martine was eigenlijk de enige professional binnen ons team die dat zootje ongeregeld nog een beetje in toon moest houden. Ja, dat klopt. Als mijn dochter van 14 zou zien, zou ze zeggen, mam, schamend. Maar ik ben toch heel trots dat we videoclips gingen parodiëren. Dat was gewoon heel grappig in die tijd. Onze jongeren gingen naar schuimparties. Ali B, toen hij net opkwam, hebben ze hem geïnterviewd. We gingen echt ook voor de provinciale staten. Dat, helemaal, dat we echt jongeren gingen volgen die zich verkiesbaar hadden gesteld. Dat je toch ook een beetje dat verhaal in beeld kreeg. Maar weet je, we probeerden wel overal te zijn. Maar in de tijd dat wij Beneden Peil aan het opstarten waren met alle minimale middelen die er waren, denk wel dat we in een gouden tijd zaten. Want eigenlijk alles kon wel. Ja. We hebben vandaag iets speciaals bij Beneden Peil. We hebben een behind-the-scene aflevering voor de opnames van een videoclip Niet Alleen. Het was een hele goede chemie met iedereen. En iedereen had dezelfde... En het was ook een commitment, weet je, op een gegeven moment. We hebben op een gegeven moment ook een prijs gewonnen. Je bent wel weg, maar niet alleen. Samen zijn jullie bij ons. Op een gegeven moment... was ik gestopt met Beneden Peil, zat ik naar een soort van iets nieuws op tv te kijken voor de landelijke televisie. En dat heette dan Stuk TV. Nee, niet Stuk TV. Sixpack. Volgens mij SBS, s'avonds heel laat. En toen weet ik nog dat ik Michael Robert volgens mij een mailtje heb gestuurd van kijk nou, dit is gewoon Beneden Peil. Maar dan op de landelijke tv.
Dus dat was wel heel grappig, dat ik dacht, nou ja, we hebben het nooit geweten, maar misschien ergens voel ik het toch dat we een soort voorloper waren. Want het was een kweekvijver. Dit was Beneden Peil voor deze zaterdag. Nou, jij zit in de business nu, maar voor mij was het één groot feest. Voor mij ook wel, ja. Het is ook wel een speeltuin. Voor mij, ik wou altijd cameraman worden. En dat ben ik nu ook. Dus het was voor mij ook wel iets om te leren en te leren kennen met het vak. Alleen, ja, het was voornamelijk een speeltuin. Jongens, tot de volgende keer. Doei! Jong, snel en wild waren we met Beneden Peil. Morgen gaan we het café in voor het radioprogramma Studio Bordeaux. En dit was Flevoland voor vandaag. Wil je iets terugkijken? Dat kan. Op omroepflevoland.nl klik je dan op het tabblad Gemist. En dan kan je al onze radio- en tv-bijdragen terugvinden. Straks is Robert de Vries hier met het weer. Voor nu fijne avond en heel graag tot morgen.